Ja, en dan nu de diefstal van een koffer. En ik hoor u al denken, belangrijk, kunnen ze niet iets beters proberen op te lossen dan een bagagediefstal? Nou, de inhoud van deze koffer was ongeveer 1 miljoen euro waard. Die koffer in kwestie stond dinsdag 26 augustus in de lobby van een hotel in Amsterdam, waar een gezin uit het Midden-Oosten logeerde. En daar zaten bijzonder waardevolle sieraden en cashgeld in. Die koffer stond bij een stapel handbagage van de familie. Iemand hield er op afstand voortdurend een oogje op, maar net niet voortdurend genoeg. Die 26e augustus komt door het centrum van Amsterdam dit stel aan. Ze horen duidelijk bij elkaar, al beginnen ze al snel gescheiden van elkaar te lopen. De vrouw is hier wat beter te zien. Al bellend, zodat hij niet kan worden aangesproken, loopt de man even later het hotel binnen. De vrouw volgt een paar seconden later. Daar doolt het stel even later rond, op zoek naar een geschikte buit. Dan valt hun oog op de berg bagage bij het zitje links. Tassen en een mooie blauwe Louis Vuitton koffer. Even achterloos zitten. En als hij merkt dat er niks gebeurt, opstaan en weglopen met de blauwe koffer. Nee, nog steeds heeft niemand het door. Waarna het stel er daarna hier op de reguliere dwarsstraat flink de pas inzet om zo snel mogelijk weg te komen bij het hotel. Uiteindelijk verdwijnen ze in de omgeving van het Torbeckeplein met de gestolen koffer uit beeld. En dat was dus de koffer van 1 miljoen. Moet je je voorstellen, diefstel zal die koffer hebben opengebroken. Konden toen waarschijnlijk hun ogen niet geloven toen ze zagen dat er bijvoorbeeld manchetknopen van Cartier in zaten en een grote hoeveelheid cashgeld. De vraag zal duidelijk zijn. Wie kan er meer vertellen over de man en de vrouw? Ze hebben dinsdagavond 26 augustus rond 6:45 toegeslagen in de Amsterdamse binnenstad. Namen zijn natuurlijk het mooist, maar als u weet waar ze vaker komen of ze toen die dag heeft gezien, al dan niet met een blauwe Louis Vuitton attaché-koffer, is uw informatie ook al heel waardevol. Bel 0800 6070 of geef nu meteen een tip door via het Second Screen. En dat kan dus heel simpel. Gaat naar live.politie.nl. Ziet u alle zaken van de uitzending. U klikt die zaak dan aan. Informatie intypen en klaar is Kees.